De Nationale Betaalraad Suriname is nu een feit. Vandaag vond de lancering van de organisatie plaats in de ballroom van Hotel Torarica. De organisatie is volgens Centrale Bank Governor Maurice Roemer een nieuw instrument van de Centrale Bank van Suriname om het nationaal en internationaal betaalverkeer in Suriname te verbeteren. Wij moeten proberen in een vroeg stadium te anticiperen op de gevolgen van internationale ontwikkelingen en tijdig aansluiten bij groepen die het geluid waarin wij ons herkennen ondersteunen. Het is tijd om goed naar ons betalingsverkeer te kijken en ons huiswerk vooral vlijtig te maken. De missie van de Nationale Betaalraad Suriname is om als schakel in het betalingsverkeer bij te dragen aan het veilig, tijdig en efficiënt zijn van het betalingsverkeer in Suriname. Roemer geeft verder aan dat het doel van de betaalraad een uitdaging is. Financiënminister Stanley Rangoobarsing stelt dat er gewerkt moet worden aan het wegwerken van problemen in het Surinaams betalingsverkeer. Maar die betaalraad is dus een adviesorgaan. En dus de samenwerking tussen banken in de uitvoering van hun werk moet naar het volgende niveau. Zodat iedereen overal en altijd, ongeacht zijn bank, zijn financiële handelingen kan verrichten. Zaken als online betalingen en direct payments moeten veel meer ingang vinden. De betaalraad heeft een belangrijke taak, namelijk vanuit de gemeenschap adviseren over oplossingen. Het is goed als dat in nauw overleg geschiet met de centrale bank en het bankwezen, die vooral aan de kant van de verantwoordelijkheid en de uitvoering van het betalingsverkeer zitten. Maar in de betalenraad hebben vooral ook gebruikerscategorieën zitting, die waardevolle informatie kunnen verschaffen en voorstellen doen. Bij de nieuwe bankwet heeft de Centrale Bank van Suriname de vooruitgeschoven rol in het betalingsverkeer. En acties zullen van daaruit geïnitieerd moeten worden. Het is dan ook goed dat de Raad in goed overleg met de Centrale Bank van Suriname werkt. De minister stelt dat Suriname niet achter moet lopen op de rest van de wereld. Zaken zoals moeilijkheden bij het openen van een bankrekening, lege automaten zijn zaken die hij vaak hoort. In de organisatie nemen vertegenwoordigers van belanghebbende ministeries, banken en maatschappelijke organisaties zitting.